Wim, goedenavond. Goedenavond. Nieuw seizoen Sportlust. Ja. Wanneer is het nieuwe seizoen voor jou begonnen? Achteraf kan ik zeggen gewoon op 1 januari jongsleden. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar ik heb ergens gelezen dat het een andere datum was. Ja, officieel 28 juli op een donderdag met een rustige training. Nou, telt hij mee? Ja, we zijn bezig geweest. Op 30 juli hebben we hier een soort van een trainingsdagje gehad. En toen is hij echt van start gegaan. Nieuw seizoen, een hoop nieuwe spelers heb je erbij gekregen. Wat is je gevoel daarover? Ik heb het net in de kleedkamer tegen de jongens gezegd. Want we beginnen eigenlijk iedere training met een korte bespreking. Even wat dingen met elkaar uitwisselen. Dat is nieuw? Nee. Dat doe ik eigenlijk altijd. En zeker in de voorbereiding. Want dan gebruik ik dat ook om met elkaar te spreken over de spelopvatting. Maar in deze bespreking hebben we het vooral gehad over de breedte van de selectie. Hoe mooi het is dat je 20 veldspelers hebt, 3 keepers. En dat het niet zo heel veel uitmaakt wie je opstelt. Het elftal wordt er niet minder van. En soms geeft het je de gelegenheid om een ander systeem te spelen. Maar dat betekent voor een trainer dat hij keuzes moet maken. En spelers ontevreden kunnen zijn. Ja, dus ik heb ze er mee gecomplimenteerd, maar eigenlijk ook een beetje mijn zorg daarmee weer blijk gegeven. Is dat er geen niet of nauwelijks blessures zijn. Dus je hebt helemaal gelijk. Ik moet straks aanstaande zaterdag iets minder, want we hebben nog 2 schorsingen. Maar anders moet ik 10 veldspelers teleur gaan stellen voor een zaterdag. Maar als je dan zoiets zegt, krijg je daar een reactie vanuit de groep? Krijg je feedback? Nee, want iedereen denkt dat ze bij die eerste 10 zitten. Op zich een goede instelling natuurlijk. Ja, nee, dat is prima. En ik denk dat het ook voor deze fase ook het allerbeste is. Ja, volgende vraag is, ja, maar hoe gaat het dan als je wat langer bezig bent? Nou, daar hebben ze ook op voorbereid. Vanavond, ik heb gezegd van iedereen heeft zijn voorkeurspositie. En wij denken ook dat je misschien voor een bepaalde positie hartstikke geschikt bent. Waar je vroeger misschien nog kon kiezen van nou, dit zijn mijn beste 11. En dan moet ik het 11 maar schuiven, zodat ik die kan laten spelen. Ik hoop dat we aan vast kunnen houden dat we nu iets anders kunnen doen. Dat als de linksbuiten uitvalt, schorsing, blessure, niet in vorm. Dat dan nummer 2 op die plek terecht kan komen. Dus voor degenen die niet instaan, betekent het beter worden, beter bij het team passen als jouw directe concurrent. Mijn volgende vraag was eigenlijk, hoe is je voorbereiding tot nu toe gelopen? Ik vind het eigenlijk wel goed. Dat moet je altijd een beetje mee uitkijken, want je wil niet de kampioen van de voorbereiding worden. We hebben 2 eerste klassers hebben we tegen gespeeld. We hebben tegen Jonan Boys gespeeld. Dat waren allemaal behoorlijk goede wedstrijden. Hoe leuk was het dat we afgelopen dinsdag tegen Lopik. Alverse Boys nog? Alverse Boys, ook in de eerste klasse, hebben we ook goed tegen gespeeld. En Lopik, dat was een mindere tegenstander, maar wel heel bewust gekozen. Lekker voor doorgemiddelde voor de speler voor de voorwaarts. Nou, je weet dat je in de tweede, derde week ga je met een aanval aan de slag. En dan hoop je dat hetgene wat je bespreekt en wat je traint in de praktijk gebracht kan worden. Heb je goede tegenstander voor nodig, goed in de zin van dat ze hun best blijven doen, dat ze netjes blijven spelen en dat ze hun eigen doelstellingen in een wedstrijd kunnen realiseren. En dat complimenten verloop ik, dat hebben ze absoluut gedaan. Hey, competitie, hoop kansen hebben ze natuurlijk. Sportclub Feyenoord, Schravenzanden, allemaal kanshebbers. De eerste wedstrijd thuis tegen Noorddorp. Ben je daar blij mee, eerste thuiswedstrijd? Met de thuiswedstrijd ben ik sowieso blij. Ik weet niet of we blij moeten zijn met Noorddorp. Zoals je weet kom ik uit het midden van het land. Nee, dat wist ik niet. Bij deze. Dus dat betekent dat ik deze omgeving niet zo heel goed ken. En zeker niet omgeving Den Haag-Rotterdam. Ik begon net de hoofdklas een beetje te kennen. Maar daar hebben we afscheid van moeten nemen. Nu de eerste klas. Noorddorp is natuurlijk een mooie club. En er zit natuurlijk ook nog wel iets speciaals aan. Omdat wij Emen daar vandaan hebben gehaald. Maar ja, die speelt de eerste wedstrijd niet. Dus maakt niet zoveel uit. Hey, maar raak het niet kwijt dat je die hoofdklasse begint te kennen. Want dat heb ik even gebruiken volgend jaar natuurlijk. Ja, dat was wel de bedoeling. De mensen die ernaar vragen, wat zijn je doelstellingen voor dit seizoen? Daar zijn we heel duidelijk in geweest. Wij willen promoveren. En nogmaals, niet meedoen om promotie, maar willen daadwerkelijk promoveren. Even kort over de beker nog. Aanstaande zaterdag start de bekercompetitie. Een hele mooie competitie met allemaal derbies. We beginnen met Montfort thuis. Dan krijgen we volgende week woensdag krijgen we Woerden thuis. Ja. En dan krijgen we op zaterdag krijgen we nog SCA uit. Ja. Wat is je gevoel daarover? Überhaupt, wat is je gevoel over de KNVB bekercompetitie? Ja, nou, normaal gesproken zou de bekercompetitie, die gebruiken trainers om de voorbereiding voor te zetten. En dan zijn het eigenlijk veredelde oefenwedstrijden. Toen die loting eruit kwam, ik weet niet eens of het echt een loting is of dat het een UEFA-soort loting is. Maar toen bleek... Ik heb gehoord dat Blattler... Ja, met warme balletjes en weet ik veel wat. Maar
wij kunnen het ons niet veroorloven. Sportlust kan het zich niet veroorloven om die wedstrijden alleen maar te zien als oefenwedstrijden. Dat zijn derbys. En deze ploeg, en dat zal voor de tegenstander gelden, die willen ze winnen. Dus hebben we alles een beetje vooruit geschoven. Wij zijn eigenlijk al klaar voor een eerste serieuze wedstrijd. Er kan nog wel het een en ander gebeuren de komende 3 wedstrijden, voordat de competitie begint. Maar nee, ik ben er wel blij mee, want een oefenwedstrijd is ook maar een oefenwedstrijd. Ja. En een beker kan natuurlijk lucratief zijn, naarmate je verder komt in de bekercompetitie. Dat hebben we 2-3 jaar geleden gezien. Dat je in de grote KNVB-beker mag doen als je bij de laatste 4 eindigt. En dat kan natuurlijk weer lucratief zijn, waardoor je dus natuurlijk weer betere spelers kan opstellen. Nou ja, dat is zo. Dat zou natuurlijk een belevenis zijn. Er zit nog een voordeel bij met het spelen van bekerwedstrijden. En dat is dat eventuele schorsingen uit het vorige seizoen, die kan je ook in het bekertoernooi wegpoetsen. Ja. Dus zaterdag missen we Sertjan en Eamon. En dan is de schorsing voor Sertjan weg en Eamon is op weg om zijn schorsing weg te poetsen. Ja, dan gaat het seizoen straks beginnen. En wat wil Wim van het Westeinde nog kwijt aan de supporters van Sportlust? Wat ik wil kwijt? Ja, nou ja, ik hoop... Je hebt nu de gelegenheid. Ja, nou ja, wij gaan ons best doen echt om een zeer aanvallend... attractief Sportlust 1 op de mat neer te zetten. We zijn een koers ingestart of ingegaan waarbij we graag naar voren willen verdedigen, en aanvallend willen spelen. Hopelijk levert dat spektakel op en dusdanig dat we veel publiek kunnen verwelkomen. Wim, wij van Sportlust TV wensen jou heel veel succes dit jaar met je spelersgroep, met je staf eromheen allemaal. Wij van Sportlust TV zullen uiteraard het maximale doen om verslag te blijven doen voor Sportlust 1. En nogmaals, heel veel succes en we gaan elkaar ongetwijfeld nog zien dit jaar. Dankjewel. Dankjewel voor het interview.